productie, wat heb jij dan? Het zijn de handjes. Kijk. Dit is een heel klein. Niet alles voor me. Nou, hij ziet er al spek. Ja, het zijn er ook heel veel. Laten we of het gaat lukken. Spectaculair. Van heeft een rode neus. Houdt een broodje poep in een stukje chocolade. Familievlog is een luxe, en het al en jeuk en de wingetjes. Het is zaterdagochtend en het weer is ontzettend veranderd. Maar we liggen lekker in bed te kijken naar de kids op 20. Luxe en jeuk. Dan gaat ze kriebelen. Oh, waar was je? Lekker naar tegen de jeuk toch? Wat? Op nummer 4 gaat het over Love met Reyes en Anna. Onze cowboy Luan Bellinga vinden we deze week op nummer 2. Yeah. We hebben een mooie cover voor jullie klaarstaan van Cecina. Wat ben je aan het doen, Zilla? Onderbroek aan het doen. We hebben alle was met z'n allen opgevouwen. Hé, hey, Lexie. Oh, je hebt een mooie kleurplaat gemaakt. Ja. Nou, we hebben met z'n allen mooi de was opgeruimd. Toppie. Lexie, wat heb jij dan? Het konijnenpakje van Lucilla aan? Ja. Eens kijken. Pas jij die? Oh, wat leuk! Oh ja, 3/4 is dat, op de bank. Knap! Doe je trucjes op de bank? Knap hoor! Leuk hè? Leuk dat jij dat nu past. Ja. Oeh, knap zo! Oh ja, Luxie is oud hè? Ja. Luxie is gisteren in de brandneteltjes gestapt. Met de voetjes en waarschijnlijk met de handjes. Ik ga straks even brandnetel zalf halen voor jou, ja? Ja. Ja. En een mierendoos die ik gisteren was vergeten. Ja, 3. Maar de luxe flex is zo mooi geworden in de badkamer, toch? Daardoor was ik de mierendoos vergeten. En toen kwamen de diertjes. Zie je dat? Nou, we zitten even lekker aan tafel. Een bammetje te eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is luxe. Luxie, wat is het? Ja, waar zijn jouw handjes dan? Laat ik jouw handjes even zien. Kijk, ze heeft een handjes. Ja. Ja, doe maar. Doe ze open. Dus handje open. Ja, andere kant handje. Kijk, dit zijn haar handjes. En dat doet een beetje pijn, hè, liefie. Oh. Ik ben vannacht de hele nacht met Luxie wakker geweest. Ik heb er al een zalfje op gedaan, maar het is niet echt een brandnetelzalfje, liefie. Ja. Papa straks even bij de kruidvat halen voor jou. Ik ga deze doen, want dit vind ik ook leuk. Ja, nou eerst even lekker eten. Hé, hey, jullie hoorden mij al. Geen idee mee? Gaan we even wandelen en een vuilniszak. Wat een vuilniszak. In de afvalbak. Het is voor ons de eerste vakantiedag voor de meivakantie. Zoals denk ik velen van ons gaan wij ook niet op vakantie. Maar we gaan ons gewoon lekker vermaken thuis. En vandaag is het wat minder mooi weer dan gisteren, weer gisteren en eigenlijk de afgelopen week. Dus we gaan ons een beetje in huis vermaken. Maar ik heb wel iets heel erg leuks om te gaan doen. Namelijk... Ik weet niet of jullie dat kennen. Nou, ik denk het wel. Ik heb er vroeger ook heel veel mee gespeeld. We gaan namelijk een hele lange dominobaan maken. Hier bij ons in de kamer. Oh, gaat het? Oh, papi, kom hier. Oh. Kom hier. Kom hier. Oh, papietje, poppie. Oh. Kom hier, klein konijntje. Zo. Kijk. En we hebben een hele leuke... Kusje erop. Kusje erop. Oh, daar, kusje. Daar. Zo beter? Och, kom hier bij mama. Kijk, hier hebben we supermooie domino steentjes. We hebben houten domino steentjes. Ik denk dat het iets van 1000 zijn. Ja, zoiets. Ja, mooie Luxie. 1000. Ik weet het eigenlijk niet hoeveel er zijn. Kijk, en in deze bak zitten allemaal van die mooie... Ja, hoe noem je dat? Waar je die baantjes mee kan maken. Dit is hetzelfde, maar dan met bootjes. Ja, grappig hè? Even kijken. Kijk, dit soort poortjes en zo zitten er ook allemaal bij. Kijk, mam, weet je hoe het denk ik moet? Ja? We gaan hier zo komen en we gaan hier zo draaien. Ja. Ik wil blazen. Hé, maar willen jullie er eentje maken vanuit het boekje of willen jullie er zelf eentje gaan bedenken? Zelf even maken? Nou, dan gaan we eens even kijken of... En ieder gaat er een eigen klikkenbaan maken. Een eigen maken. Dobby-dobbaan. Ja.
Een eigen dominobaan? Iedereen een eigen dominobaan? Wel een hele lange, hè? Ja? Oh, wat is het luxe? Oh, het houtje eruit. Moet ik mama even maken. Want hier kan je ook precies zien wat al die parcoursjes kunnen. Hier heb je zo'n belletje. En hier heb je dat molentje. En hier heb je zo'n plankje. We hebben alle hindernisjes hier even uitgezet. Dit zijn allerlei soorten hindernisjes die je dus kan gaan gebruiken. Dit is een heel klein molentje. Dit is een heel klein dingetje wat zo wiebelt. Een belletje hebben we hier. En nog zo'n rond balletje. Dan heb je nog het molentje. En je hebt ook allerlei dingetjes waar je balletjes over kan rollen. En ja, dingetjes kan bouwen. Waar je ja, zelfs een trappetje en zo. Superleuk. Zullen we beginnen? Ja, we gaan beginnen. We gaan hier beginnen en we gaan zo een beetje hier zo door de kamer een baantje maken. En de meisjes die spelen gewoon lekker met de blokjes zo. Volgens mij vinden ze dat nog veel leuker. Nee, ik kan hem bouwen dan heel lang. Oh, Silla, heb je nou alle lievelingskleurtjes van jou eruit gehaald? Zo, Luan die is aan het bouwen. En hij is begonnen met het eerste rijtje. En wat we af en toe doen, hè Lu, is dat we af en toe één steentje even neerleggen. Want waarvoor is dat? Waarvoor doen we dat? Nou, want als je hem per ongeluk laat vallen, dan gaat niet alles vallen. Precies, dan hoef je maar een klein stukje overnieuw te doen in plaats van de hele rij. En op het einde zet je al die kleine stukjes weer even heel voorzichtig rechtop. Mm-hmm. En dan kan je hem één keer omstoten. Ja. Maar je bent al lekker bezig, jongen. Dit ziet er al heel erg leuk uit. Dus even kijken wat Lucilla aan het doen is. Wat ben je aan het doen, liefie? Lucilla is alle steentjes in een tas aan het doen. Oké. Dat maak je een mooie domino. Dankjewel. Mooi, hè? Ja. Kijk, dan pak ik deze. Pak ik misschien deze. Zo. Zo. Hier. En hier. Hier. En dan ga ik nu een boogje. Maak je lange. Ja, hij gaat zo. Yep. Ja, lekker. Waar is dat waaiertje voor daar? De blauwe. Welke? Deus. Ja. Dan gaat hij een knik onderdoor en dan gaat hij draaien. Dan gaat hij hier weer verder. En dan is er dan weer een poortje. Ja. Hi Pip. Pip is hier lekker een beetje. Nu ben je wel een blokje gelegd hoor. Dus wat maak je? Ga je na dat bochtje doen? Ga je na dat bochtje? Na dat bochtje? Ja, dit. Daar maar aan maken. Na dat weer. Ik hoef niet dat zo kijk uit. Nou, Lu, je bent nu ver. Dus het balletje gaat de blokjes omgooien. Ja, hij gaat eigenlijk. Dan gaat hij draaien. Zo, en dan heen nog weer verder. Ja, dat is leuk, hè? Nou, Lu, hij is wel super lang geworden. Nee, joh. Oh, ik vind hem wel heel lang. Hij moet nog iets langer. Maar ik vind hem lang. Ja. Ja. Ding-a-ding. Leuk, hè? Yes. Nou, Lu, je bent heel erg ver. Hij is bijna tot het einde. Nog zo en dan hier. Die wacht hoe die wordt. Ik ook niet. Nou, ik ben weer beneden. Ik heb even Luxie in bed gelegd. Want ze heeft echt niet echt een lekkere nacht achter de rug. Omdat ze zo last had van die handjes. En ze heel veel jeuk in die handjes had. Dus ben ik bijna de hele nacht na een halve nacht met haar wakker geweest. Dus zij ligt nu even lekker op bed te slapen. En ondertussen is Luan al heel erg ver. Heeft Lucilla meegeholpen of niet? Oh, Lucilla had gefilmd, hè? Lucilla had gefilmd, hoorde ik.
blokje plat leggen. Hè? Dat je niet helemaal overnieuw hoeft te beginnen als je per ongeluk eentje aanstoot. Maar we hebben nog heel veel blokjes over. En hier zitten ook nog blokjes in. Dus we kunnen gewoon eventjes doorbouwen. Ja, je bent echt groot. Supermooi. Kijk, en dan zet hij allemaal steentjes op een trappetje. Dus een soort klein trappetje. Kijk, wauw. Leuk, Lu. Nee. Oh, ja. Gelukkig was het alleen maar dat stukje, zie je? Ja. Anders had je alles overnieuw kunnen doen. En nu alleen maar dat stukje. Hm? Dat scheelt. Ja, maar ik heb wel even getest. Ja, je kon hem wel even testen. Heel goed. Ja. En dan pak ik een blokje. Zet daar eentje op. Heel voorzichtig. En nog een groene. Ja, deze ga ik bovenop. En... en nog een gele erbij. Zo, kijk. Moet hij daar ook overheen? Leuk. Papa, ga nu? Ja, mama, ik heb er ook een bedacht. Hoe moet nou een knikker zo bovenop staan? Knikker? Ja, wat die bedoel ik. Hier. Ja. Ja, we gaan er zo meteen even kijken. Dit is ook een rolletje die rolt. Hier moet een knikkertje zo meteen bij. Die draait en hier gaat het onder een oortje door. En dit is ook een tik dingetje. Daar heb je nog een wit balletje en hier een belletje. En Lua gaat hier een wipwapje maken, lijkt wel. Een soort bruggetje. Leuk hoor, Lu. Wipwapbrug. Brug. Wipwapbrug. Ja, als het ook is. Maar dan gaat ook de klikker zo de afvallen dan is het brug. Ja. Lua gaat iets proberen. Ja, dit wordt wel iets. Ja, probeer maar. Volgens mij gaat het wel lukken. Ja? Ja? Ja, maar... oh, of... zo. Ja, maar ik denk dat ze dan niet omvallen, die klikker. Jawel. Nee, het valt niet. Als die... Zullen we het even uitproberen? We kunnen het even uitproberen. Jawel. Ja, ik weet het niet hoor. Nou, zullen we gewoon doen. Luan gaat er helemaal in op, hè jongen? Vind je dit een leuk werkje? Ja, echt. Ik zie het. Echt goed om stil te zitten. Ja, lekker concentratiewerkje. Denk je dat dit om gaat vallen, Liefie? Ja. Ja? We hadden net even een testje. Oké. En twee keer ging goed getest. Oké. Hij begint al echt heel lang te worden, jongen. Ja, als ik kijk. Kijken, is echt heel lang. Het zijn er ook heel veel. Ja. Je hebt ze heel goed dicht op elkaar gezet. Ja. Moet het eigenlijk wel goed gaan, hè? Ja, dan moet het wel goed gaan. Ja. Wij zijn klaar met alle steentjes rechtop te zetten. En Luan gaat nu alle steentjes die we even plat hadden gelegd... gaat hij nu weer allemaal rechtop zetten. Maar zoals jullie zien zijn het er heel veel. En ik ben heel erg benieuwd nu of dit gaat lukken. Zo, en die... zetten we dan heel voorzichtig weer recht erin. Heel voorzichtig. Goed zo. En de volgende, Luan. Heel voorzichtig ertussenuit pakken. Ja, niks schaken. Niet te hard zuchten. Ja, heel goed. Ja, die staat. Zo. Ja. En dan hebben we daar nog één. Moet ik hier nog eentje doen? Oh ja, die moet je nog even... die moet nog even rechtop staan. Ja. Heel mooi. Hier nog eentje. Oeh. Ja hoor. Alsjeblieft, hier staat hij. Tada. Balletje die rolt. En daar moet dat dingetje nog even op. Ja. Oh, Lucilla wil er even een fotootje van maken. Heel goed. Heel voorzichtig. Knikkertje erop. Heb je het knikkertje goed? Ja. Oké. En dan daar ligt er nog eentje. Oeh. Gelukkig, het was maar een helft. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zet de wip nog even rechtop. En dan zijn we er bijna. Maar daar doet hij dus niet goed. Dus naar die moet je even kijken. Kijk, deze, als deze valt, gaat hij niet helemaal daarheen, hè? Ja? Dit is eigenlijk voor een bocht. Dus deze werkt niet hier. Die moet je in een bocht zetten. Dus wat we gaan doen, is even deze bocht anders maken. Kijk, het officiële moment is daar. Lucilla wil graag filmen met de iPhone.
En wij gaan kijken of wij deze dominobaan in één keer kunnen laten aflopen. Ik weet niet of het in één keer gaat lukken, Lu. Ja. Misschien dat je soms eventjes een steentje weer een tikje moet geven. Want het is natuurlijk ook de eerste keer dat wij zo'n baan hebben gemaakt. Maar hij ziet er wel spectaculair uit. En dan is het aan jou de eer om het eerste tikje te geven en de eerste steen. Ja. Nou, camera. Ja. Ja. Staat hij aan? Nee. Zet hem maar aan. Ja, staat hij aan? Ja. Die staat ook aan. Daar gaat hij, jongens. Kijk. Oh. Eén tikje weer. Dat was het knikketje volgens mij. Ja, ja. Oh. Een trappetje. Oh. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja, die, dat dachten we al, jongen. Ja, 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 ja. Oeh. Oeh, bijna. Ja! Mooi, jongen. Wat vonden we ervan? Echt cool. Grappig, hè? Ja, en nu dan is hij in 40 seconden, duurde het ongeveer, is het hele baantje weer afgelopen. En dan kun je weer overnieuw beginnen. Wij hebben alle blokjes weer in de bak gedaan. En Luan die heeft zijn koptelefoon opgedaan. Want hij wil muziekjes luisteren. En Luxie die slaapt. Dus hij zei, oh, ik doe mijn koptelefoon maar even op. Hij hoort niet wat ik allemaal zeg. Luan heeft een rode neus. En Luan die houdt van een broodje poep. En Luan die... Wat zeg je? Niks. Niks hoor. Kijk, hier heb je je bak. Heel veel succes met het bouwen. Nou, hij hoort het niet eens. Natuurlijk, jongen. En hij hoorde dat niet, hè? Hij hoorde ook niet dat ik zei dat hij een rode neus had. Dan hoorde die ook niet. Wat gaan wij doen, Lucilla? Lucilla die wil een spelletje spelen. Het dierenspel gaan we weer spelen. Raad het dier. Luxie slaapt lekker. En Daniel die is even naar de winkel toe om nog wat boodschapjes te doen. Even naar de kruidvat en dat soort dingetjes allemaal. Dus het is weer een lekker hangdagje thuis, jongens. Nou, op zoek naar brandnetelcrème en mierendoosjes. Mierendoosjes zijn uit het assortiment, maar ik heb nu mierenpoeder. Dus ik moet buiten op zoek naar het mierenpad. En ik heb aftercare voor de brandnetelbeetjes. Geslaagd. Wie heeft er zin in een stukje chocola? Zilla. Wel delen met mama, hè? Ja. Luan, wil je ook chocola? Hoort hij niet. Hoort hij niet. Wil je ook chocola? Nee. Nee, of je worstlust. Laat je ook nog een stukje over voor mama? Nee. Wij zijn er klaar voor. Nee, ja. Ja, oh ja, mag ik ook een hapje? Ah, wat lief. Ik heb er al een flink stuk op. Veren. Hij heeft veren. Ja. Hij heeft ook heel een beetje vacht. Een beetje vacht. Een beetje vacht. Ja. Hij is twee poten. Twee poten? Oeh. En hij heeft een snavel. Struisvogel. Nee. Nee, dat zijn de kinderen van de buren. Welke kleur is die? Dat is denk ik meteen. Ja, dat is Luxie. Ja. Hey, hebben we Luxie ook weer, maar Luxie is vandaag niet helemaal, 100% lekkere meisje. Kom maar, mama. Schatje. Kom, liefie. Kom hier. Oh, kom even hier. Ik heb nog een half stuk. Oké. Nou, wie is er aan de beurt? Oké, welke moet je opzeggen? Mijn spierrols. Nee. Een pauw. Ja! Ja! Het is de po! Yes! Mama heeft ook een hele leuke. Ja, ik wil nog een hapje chocolade. Heerlijk! Hij vliegt s'nachts. Hij ligt er niet. Nou, heb je het gezien? Nee! Heb je hem echt niet gezien? Nee! Ja! Nee! Een mug. Nou, dan ben jij weer. Dat was een kort potje. Vier poten. Hij is denk ik gemiddeld. Gemiddeld groot. Ah. Is hij vriendelijk of is hij gevaarlijk?
Landlopen. Poppie. Oh, liefie. Wil je wat drinken? Schatje. Oh, liefie. Kom maar hier. Nou, ik ben weer thuis bij Lucille. Nou, pak jij het tasje maar. Hè. Dat is een zachtje voor Lipsy. Ja, doe die maar zo'n tuintjes. Dat is, ja, zeg maar anti-jeuk zelf. Beet, voor na de beet, ja. Ja, lees maar wat erop staat. Oh, de muggen. Verder ja. Lezen? Nee? Lezen? Van de kwallen en de brandnetels. Ja. Die maar op je handjes, Lux. Ja, dat op je handjes doen. Zal dat de jeuk weghalen, hè? Oh, dat is lekker fris, hè? Ja. Even bijkomen. Ja, de oude, hè? Ja, ze is echt een beetje van... Ja. Dat is ook niet gek, hè? Ze heeft ook niet heel goed geslapen vannacht. Ze heeft heel veel jeuk gehad. Mm. Ze wilde alleen maar met mama hangen. Met mama hangen. Dat mag ook. Dat mag. Dat mag. Nou, fijn om weer thuis te zijn. Nou, Luxie voelt zich weer een beetje beter dan de brandnetelhandjes. En ze zit leuk te springen, hè? Ja, dan kan je maar goed lopen, Luxie. Heerlijk, hoor. Papa ligt hier uit de wind en het zonnetje. Ja. Zonder jullie, maar in de schaduw is het koud. Ga maar springen, Lux. Laat maar zien naar papa. Nu. Ja. Hey, vanavond zal ik lekker macaroni maken. Ja hoor, daar hebben we wel zin in. Macaroni met tomaatjes en mooie zak. Ja. Moet je nou, Lux voelt zich gelukkig weer een beetje beter. Doei! Doei! Inmiddels lekker even aan het koken. We eten vanavond lekkere macaroni's met wat gehakt en wat tomaatjes. Ik zit het extra te pan. 1, 2. Zo. Nou, Lux is inmiddels ook weer een beetje opgeknapt. Oké, okay, gaan we zo lekker macaroni eten. Lekker? Heb je daar wel zin in? Ja, wel hè. Nou, dit is volgens mij nog voor papa. Lekker zat. Heerlijke macaroni. Is lekker. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duim omhoog. Even het abonneren op het belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Doe samen.